Een hele goede middag, dames en heren. De kermis die mogen weer, dus ik ga weer naar een kermis. Je denkt, waarom nemen we deze intro niet op een kermis op? Nou, omdat het volop regent en mijn camera is dus niet waterdicht. Dus ik probeer wel zo goed mogelijk voor jullie te filmen. Maar ik kan niet garanderen dat het echt een top review wordt. Ik ga mijn best sowieso voor jullie doen, dat weten jullie. Maar ik neem deze dus even thuis op. Ik ga vandaag naar de kermis in Best. Dat zijn drie aparte pleinen op de kermis. Alle drie afgesloten. En we gaan even kijken wat het beste van gemaakt is. Er staan een paar toppers, zoals de première van de Dance Jumper. De nieuwste jumper van Ruitenberg Sipkema. De Toxic staat er natuurlijk, de topper van Nick Monen. En de Airborne die staat er natuurlijk ook. Dus we gaan even een rondje lopen en ik neem jullie mee over de kermis in Best, jongens. Ik zie jullie daar. Hier komen we uit op het eerste plein. Het kleine gedeelte met de freestyle whippie. Dat is een heel leuke whip. Goeie shows ook altijd. En dan gaan we die kant op. En de Funhouse Fire Department van Ordomans is ook weer van de partij hier. Het blijft al echt een heel mooi funhouse dit. Ja, en hier kom ik eigenlijk toch wel voor, jongens. De Dance Jumper van Ruitenberg Sipkema. Een gloednieuwe Fabri Jumper met achterwand. En deze ziet er echt schitterend uit, jongens. Wat een fantastische aankoop voor Nederlands kermissen. We filmen welke oprijdje en een onderrijdje voor jullie, jongens. Heb je een linkje? Is het ook leuk? Ja, everybody. Ja. Wat een goede ritten krijg je hier, zeg. Niet normaal, dit is echt een hele goede jumper. Fantastisch mooi met het achterwandje. Alles erop en eraan gewoon, fantastisch. En naast de dance jumper ook nog de Hellraiders boosters van Booster van Elzinga. Booster die we het meeste tegenkomen. 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning. Yeah.
En dan gaan we op naar het volgende plein, jongens. Op naar het volgende plein, jongens. De nieuwste zaak van Buwalda. Time Machine Coaster met een heel rare val op het eind. Ja, deze gaan we straks sowieso een keertje doen, jongens. En een onrijdje maken natuurlijk. De powerpoliep van vader. Naar mijn mening de beste poliep van Nederland, jongens. En eindelijk, hij draait weer. Wat heerlijk om te zien, jongens. En wat fijn is het weer om over de kermis te kunnen lopen, zeg. Eerste grootgemaakt van de plein, de cakewalk. En tegenover de cakewalk, de hurricane van Brouwer. Leuk zaakje dit, hoor. Hier, en als we een stuk verder lopen, daar hebben we de airborne van Orneman weer. En dit is toch een schitterende zaak, een fantastische zaak. En botsauto's mogen natuurlijk ook niet ontbreken op de kermis hier in Best. Tegenover de airborne, schuin tegenover de rescue van Ezek. Twee verdiepingen spiegeldoorloop. Bal. Hier achter de mega slide op de plek van de Booster Max.
Haunted Castle. Heel mooi spookhuis dit. De powerdancer van Witte ook van de partij. Zoals eigenlijk elk jaar het best. Around the World van De Voer, ook van de partij. En het doodlopend straatje op het einde. Van De Voer, als het goed is. En natuurlijk de Toxic van Niek Monen. Ja, de beste zaak van Nederland, jongens. Zeker weten. Laten we hopen dat je nog een aantal jaar onder ons blijft. Ja, jongens, daar ben ik weer. En de outro wordt dus ook opgenomen, want het begon in één keer eruit te gieten. En ik had geen tijd meer en ik kon geen locatie vinden om even droog te stellen. Om even een off-ride, om even een outrootje te filmen. Dus bij deze nu de outro thuis. En wat vond ik van de kermis zijn best? Een toplijst heeft best staan, echt. Eén straat is in principe maar leeg. De rest van de kermis staat zoals hij altijd staat. Ja, de Toxic gaf gewoon hele korte ritten natuurlijk voor 2 euro. Maar echt een toprit. Volle snelheid de hele rit. Airborne ben ik helaas niet in geweest. Want ik ga niet zo lang in de rij staan voor een booster type 8, of een booster-achtige attractie. Maar ik zag wel dat hij best wel redelijke ritten gaf. Ook niet al te lang, maar wel gewoon redelijke ritten. De Dance Jumper gaf op zich wel heel veel lekkere, een goede, snelle ritten weg. Alleen had wel een beetje opstartproblemen elke keer als je de rit startte. Maar ja, dat zijn natuurlijk de kinderfoutjes die erin zitten. Dus dan, dat komt vanzelf wel goed. In Ude zal er geen problemen verder eens mee zijn, ga ik vanuit. En ja, ik geef deze kermis zeker een 8,5. Zeker om het attractieaanbod te zeker in deze coronatijd. Een topkermis, jongens. Ja, er is niks over aan op te merken. Ja, de powerdancer had het natuurlijk weer druk. Alle attracties hadden het druk. Dat is mooi om te zien dat de exploitanten het gewoon weer lekker druk hebben. Zelfs met de regen en zelfs met dat slechte weer in deze tijd. Dat mensen toch nog naar de kermis gaan. Dat is gewoon prachtig om te zien, jongens. Maar ja, dat was dus de review van vandaag. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. En ik hoop dat jullie blij zijn met de review die ik toch nog heb voor jullie heb kunnen maken. Mocht je dit een leuke video vonden, laat een blauw duimpje achter. Abonneer hieronder
op mijn kanaal en druk op het belletje om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En ik zie jullie bij de volgende review, jongens. Ik weet nog niet welke dat is. Ik ben wel in Arnhem geweest trouwens. Maar daar heb ik toen wel geen review gemaakt, want mijn camera is niet waterdicht. En mijn camera had ik wel bij en het goot er natuurlijk ook weer uit. Elk als ik al de keer ben, maar misschien in Kaatsheuvel en in Vught, jongens. Houden.